Hoi en welkom bij Tina. Vandaag laat ik jullie twee hele leuke haarstijls zien. En dit is de eerste haarstijl. Ik vind deze echt super leuk en je hebt er heel weinig voor nodig. Dan is dit de tweede haarstijl. En die vind ik persoonlijk ook echt super leuk. En ja, laten we maar beginnen bij het eerste haarstijl. Nou, het eerste wat je moet doen is goed je haar doorborstelen. Zo, nou, mijn haar is nu goed doorgeborsteld. En nou, ik heb nu alles aan één kant gedaan. En nu ga ik met een elastiekje een staartje maken. En zo, nu is je staartje af. Wat je nu gaat doen is, je pakt hier een klein plukje uit en die ga je vlechten. Nou, nu is je vlechtje af. Nu pak je zo'n baby elastiekje en ga je die om het vlechtje heen doen. Wat je nu gaat doen is dit vlechtje om je elastiekje heen wikkelen. En nu hou je dit plukje vast. En nu zie je hier dat hier je elastiekje is. En nu ga je deze lus er doorheen doen. Nou, nu zie je hem hier zitten. En nu pak je dit plukje en doe je er doorheen. Dus nu pak ik hem hier met mijn vingers. En nu heb je hier, heb je het erin gestoken en zie je hier dit stokje zitten. En daar trek je nu aan. En dan gaat het er zo doorheen. En tadaa, zo ziet het er nu uit. Nou, en dit is het hele resultaat. En de tweede haarstijl vind ik echt super duper cute. Ik ga het nu even goed doorborstelen. Zo. En met dit staartje kan je een vlecht maken of een vissengaat. Ik ga vandaag een vissengaat maken, omdat ik dat wel echt heel erg leuk vind staan. Zo, en de vissengaatvlecht is af. Ik vind het echt super cute staan. Maar wat je doet is, je wikkelt het er eigenlijk gewoon om. Nu pak ik schuifspeldjes en steek je het gewoon goed vast. Zo, nou, zo ziet de haarstijl eruit. Ik vind hem zelf echt super leuk. Kan je natuurlijk ook weer zo'n hoofdbandje erbij doen. Ik vind deze heel gaaf bij staan. Vond je deze haarstijlen nou super leuk? Laat dan even achter in de comments. En bedankt voor het kijken. Doeg!